Ik ben nou ruim een jaar geleden ben ik gestopt met behandelingen. En ik merkte dat mijn haren heel snel terugkwamen. Maar zodra ik stopte met de injecties, vielen mijn haren 3 keer zo hard uit. Ik heb de hoop opgegeven. Allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Spot On, een platform voor en door vrouwen. Vandaag gaan we het hebben over de impact van het uitvallen van je haar als vrouw. En dat gaan we doen met de prachtige en hele sterke vrouw Medina. Jij zit hier bij ons op de bank omdat je last hebt van de ziekte alopecia. Kan je hier wat over vertellen? Alopecia areata is een auto-immuunaandoening. Die zorgt ervoor dat je haarzakjes de haren niet herkent. Waardoor die op verschillende plaatsen op je hoofdhuid kunnen uitvallen. Ik heb de vorm areata, dus ik heb het alleen op mijn hoofdhuid. Er zijn natuurlijk wel meerdere vormen van alopecia. Maar dan heb je dat ook over je hele lichaam. En wanneer was het punt dat jij merkte dat je hier last van had? Ik was 9 jaar toen mijn moeder ontdekte dat ik alopecia areata had. Ik had een kleine ronde kale plek op mijn rechterzij van mijn hoofd. Ja. En hoe is het vanaf daar gegaan? Is het erger geworden? Het is wel erger geweest. Ik heb ook een aantal jaren, ruim 8 jaar, geen kale plekken gehad. Maar ja, het valt uit, het groeit weer, het valt uit, het groeit weer. Dus het is echt een zware rollercoaster voor mij geweest als kind zijnde. En dan word je ouder, dan word je natuurlijk, ga je de puberteit in en dan word je vrouw. Hoe is het daarna voor jou geweest? Toen je dus meer op de leeftijd kwam dat haar misschien echt belangrijk voor jou werd? Ik was 20 jaar toen mijn haren weer opnieuw begonnen uit te vallen. Ik was heel emotioneel. Ik heb 9 maanden in een depressie gezeten. Zo. Heb ik ook echt zelf moeite voor moeten doen om eruit te komen. En jij bent op een gegeven moment pruiken gaan dragen. Ja. Was dit omdat je het dus wilde verbergen? Of is het omdat je een fijn gevoel geeft? Mijn kale plekken die begonnen natuurlijk heel klein. Ja. Die werden steeds groter en groter. En mijn donorlijn aan de onderkant begon ook uit te vallen. Okay. Dus ik ben eigenlijk hopeloos extensions in gaan proppen. En dat heb ik echt ruim 2 jaar geprobeerd om het op die manier te verbergen. Maar het hielp op een gegeven moment niet meer. Toen ben ik maar pruiken gaan dragen omdat mijn kale plekken zodanig groter werden dat ik gewoon geen keus meer had. En hoe voel je je zonder pruik? Je zou denken een stukje onzekerheid, maar omdat ik mijn ziekte heb kunnen accepteren, voel ik me eigenlijk niet meer onzeker, maar ik zou niet zonder pruik de deur uit durven, nee. En wat is de status van je haar nu? Ik ben nu meer dan de helft kaal. Dus als je het echt vanuit de onderkant bekijkt, ben ik eigenlijk tot de helft kaal. Ja. Aan de rechterzij is het tot hierboven. Okay. Dus als ik mijn haren los doe, dan kan je de kale plekken er wel tussendoor zien. Als je hier klikt, kan je de Body Positive video zien met Hijab Secrets. Jij hebt je dus ingezet als vrouw om je verhaal te delen. Ja. Wat was jouw reden hiervoor? Mijn onzekerheid. Ik was echt heel onzeker en ik probeerde eigenlijk mijzelf zeker te maken door positieve reacties te krijgen. Dat is eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld, want normaal zijn mensen dus heel onzeker en denken ze, ik verschuil me. Ja, klopt. Jij denkt, ik laat het er allemaal uit. Ja, omdat je natuurlijk heel veel positieve reacties via beautygroepen kan krijgen. Ja. Het is natuurlijk niet dat social media alleen een slechte kant heeft, maar ook natuurlijk een goede kant. En ik heb geprobeerd om daar zoveel mogelijk positiviteit uit te halen. Toen ben ik ook wel eens live gekomen en veel dames herkenden mij toen. Van, hé, jij hebt dat verhaal gedeeld over je haarziekte. Oh, wauw. Yeah. Toen begon ik het ook, mijn kale plekken ook te laten zien. En toen begon ik eigenlijk ook mijn proces van mijn haarziekte begon ik toen ook te delen. Ja. Als ik injecties kreeg of als ik behandelingen kreeg. Ik krijg nog wel heel vaak reacties van dames die zeggen, heb je je haren geschoren? Of waarom heb je je haren geschoren? En ik moet eerlijk toegeven dat dat soms wel pijnlijk binnenkomt. Want het is de manier waarop iemand iets vraagt. Dus waarom ben je kaal? Waarom ben jij zo asociaal? Hé schat, heb je je haren geschoren of is er medische reden? Kijk, dat vind ik een nette vraag. Dus ze vraagt het gewoon op een normale manier van, heb je het geschoren of is er een medische reden? Yeah. You're pretty, weet je. Ik ben nou ruim een jaar geleden ben ik gestopt met behandelingen. En ik merkte dat mijn haren heel snel terugkwamen. Maar zodra ik stopte met de injecties, vielen mijn haren 3 keer zo hard uit. Ik heb daarvoor ook andere crèmes gehad, zalfjes, et cetera, zoveel mogelijk geprobeerd om mijn haren terug te krijgen. Tot op heden nog geen positief resultaat, dus ik heb de hoop opgegeven. De Spot On Squad kreeg de stelling of mensen er iets van mogen zeggen of dat ze beter hun mond kunnen houden. Mensen kunnen beter hun mond houden dan iets zeggen over mijn haar. Ik ben het daarmee oneens. Ik vind dat iedereen gewoon zijn mening mag hebben. Als jij iets vindt over mijn haar, dan mag je dat best zeggen. Ik hoef het niet per se heel persoonlijk op te vatten. Je kan me gewoon altijd vragen stellen. Er zijn ook gewoon momenten dat ik gewoon echt geen zin heb om het uit te leggen of iets. Maar 9 van de 10 keer geef ik gewoon antwoord. En dan ben ik ook gewoon eerlijk. Wil je de rest van de biecht zien? Check dan onze IGTV.
Wat vind jij hiervan? Moeten mensen hun mond erover houden of kunnen ze echt wel iets zeggen of vragen? Ik vind dat ze van alles mogen vragen, maar hoe de vragen gesteld worden, daar mogen ze wel op letten. En als we kijken naar het thema liefde. Je draagt nu vooral pruiken. Stel, jij gaat op date. Zeg je dat dan ook? Of vertel je dat je alopecia hebt? Ja, dat doe je meteen. Ja. En hoe reageren mensen daarop? Ik heb wel een keer een date gehad dat die er niet goed op reageerde. Ik droeg toen nog maar net een pruik. En het was een synthetische pruik, dus het was toen ook nog niet met een frontlace. Dus hij zat ook niet goed vast, mijn pruik. En ik had een dikke trui aan, waaronder een t-shirt. En we zaten in de auto en net voordat ik weg wou rijden, had ik het warm. Ja. Dus ik wou eigenlijk mijn trui uitdoen. En ik had hem nog niet verteld over mijn pruik. Nee. Ja, toen viel mijn pruik eraf. Maar hij zag dat? Hij zat in de auto toen? Ja, hij zat naast mij. Ja. En toen? Ja, hij begon te lachen. Dus ik speelde natuurlijk gelijk erop in. Dus ik zei van ja, ooit sorry, ja, ik heb een haarziekte en ik heb het je nog niet verteld, maar ik draag een pruik. Bij deze? Ja, en hij lachte en hij zegt een pruik. Hij zegt, nou, dat is raar. Oh nee, meen je? Ja, ik denk hij lacht op een goede manier, nee, maar hij was echt... Nee, hij vond het echt heel raar dat ik een pruik had. Wauw. En is dit dan ook de reden dat je nu dus meteen zegt, luister, ik heb alopecia en ik draag een pruik? Ja, dat heb ik wel geleerd na mijn deze verschrikkelijke date. Maar nu heb ik zoiets van, hey, ik heb nou pruik met frontlezen. Hallo, dure kwaliteit, hè? Deze trek je niet zomaar eraf, hallo. Wat heeft het jou gebracht? Heel veel positiviteit. Heel veel zekerheid heeft het mij gebracht en het heeft mij ook heel veel, veel volgers natuurlijk gebracht. Veel dames die ook een heel stuk zekerder door mij zijn geworden. Je hebt heel veel meegemaakt. Wat zou je tegen je jongere zelf willen zeggen? Ik had mijzelf denk ik eerder moeten accepteren dan in 2017, want ik denk bij mezelf van ik ben een hartstikke leuke dame, ik ben een mooie vrouw, ik ben een sterke vrouw. En als ik jonger was geweest, dan had ik misschien beter met mijn ziekte omgegaan en was ik er wat eerder voor uitgekomen. Wij hebben nog een kleine verrassing voor jou. Oké. En dat is... Ja. Hi lieve Medina, ik wilde even vertellen hoe super trots ik op jou ben. Na alle moeilijke tijden die je hebt meegemaakt, na alle ups en downs, blijf je nog zo positief in het leven staan. Je beseft half niet hoeveel mensen jij hebt geholpen met je positiviteit. Je bent een van de sterkste vrouwen die ik ken. Je staat zo sterk in je schoenen. Ik ben super trots op jou. Alsjeblieft, verander nooit en verander voor niemand. Want je bent ontzettend leuk, super knap en zo grappig. Lieverd, ik hou van je. Doeg! Zo lief! Waarom raakt dit je zo? Ja, Dima heb ik natuurlijk vorig jaar leren kennen. Mm-hmm. En zij is echt heel veel voor mij gaan betekenen, omdat wij natuurlijk heel veel privécontact met elkaar hadden. We zijn echt in een jaar tijd heel close met elkaar geworden. Ja. Yeah. En ik heb bij Dima gewoon echt het gevoel dat echte vriendinnen gewoon bestaan. En dat heb ik nooit eerder gehad. Dus Dima, I love you. Medina, heel erg bedankt voor je openhartigheid. Yes. Vooral je kwetsbaarheid. Je bent heel eerlijk geweest. Show Medina some love in de comments. En vergeet vooral niet te liken en abonneren. See you in the next one. Bye. Bye.